Hallo en welkom bij een korte Pauls Mollet Wijnstaf. Ik heb hier een boel oude wagons, sommige dus met vulling. Een heel aantal hiervan zijn van blik. Sommige zijn van plastic, waarbij ze op het oude blikken onderstel een plastic overkant gezet hebben. In ieder geval ze, de vorige eigenaar. En het leuke hieraan is dat deze nog het onderschrift hebben. Made in the US Zone Germany. Het is niet dat deze veel waard zijn. En zelfs dit printje wil nog niet zeggen dat ze ook gemaakt zijn voor 1949. Want die stansen om die onderkantjes te maken, die zijn nog een hele tijd lang daarna gebruikt. Maar ik... Ik vind ze leuk. Ik vind het leuk om een keer van dat soort bijna antieke spul te hebben. Hiermee de baan op, dat is wat lastiger, want dit oude materiaal heeft in dit geval nog bakelieten wielen met een vrij hoge flens, zodat die op mijn oude Fleischmann rails rijdt het goed, maar op de nieuwere Roco en Pico rails die ik gebruik, die hebben een veel lager profiel. Dus als je daarmee met deze gaat rijden, dan rij je eigenlijk op de bielzen. Nou, dat klinkt niet echt fijn, kan ik je zeggen. Dus ze zijn meer om naast de baan te zetten. Of ik weet nog niet. Maar ik vind ze leuk. Lekker ouderwets spul. Leuker dan dat plastic gedoe. Wat ik voor de rest natuurlijk veel heb. Zoals iedereen. Mocht je nou meer weten over Made in US Zone Germany. Ik ben benieuwd. De weinige informatie die ik erover kan vinden is in ieder geval, ja, ik weet wat de US Zone in Germany is. Dat is het deel wat door Amerika bestuurd is voordat West-Duitsland of de Bondsrepubliek Duitsland ontstond. Maar over het hoe en waarom en waarvan met deze wagons, daar weet ik vrij weinig van. En, het is altijd leuk om wat te leren. Dus mocht je meer hiervan weten, laat het achter in de comments. Verder het gebruikelijke. Hè? Like en subscribe. En deel deze video. Dat helpt dit kanaal makkelijker gevonden te worden. En dat zorgt weer voor meer viewers. En meer viewers is meer motivatie. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.